Welkom allemaal. Mijn naam is Richard van Hoornhoek. Leuk om hier te zijn vandaag. Ik ben trendwatcher. Dat door zes jaar hebben we heel gericht gaan kijken welke onderdelen zouden we nou moeten veranderen om toe te gaan naar dat nieuwe bedrijf. Dat gevoel dat alles om je heen verandert, dat zijn we gewoon niet gewend. Iedere dag doen we dezelfde dingen. En dat iedere dag dezelfde dingen doen, is dan niet per definitie de basis voor verandering. Processen die ons dwingen om iedere dag hetzelfde te doen. Wie is er wel eens uit het proces gestapt? Kitsik! Boom. Dan zijn er een aantal dingen die ons tegenwerken. We zijn bezig met risicobeperking, iedere dag toch, herkenbaar. Disruptief management is een hele andere staat van zijn. Dat betekent dat we een board of disruption nodig hebben en een chief disruption officer. Maar als je heel erg disruptief gaat denken, dan zijn daar ook wel uitdagingen. Dus lege kantoren, lege bureaus, kortom, dan moet vandaag gedaan worden. Small is the new big. Het gaat erom dat je als luchtwacht voortdurende feedback loops gaat krijgen. Met iedereen die het interessant vindt om mee te denken. Je moet alleen wel durven veranderen en anders durven denken. Mensen gaan meedoen en activeren. Future Labs. Waar we met elkaar aan de slag gaan om die dingen te ontwikkelen. Wat gebeurt er als allerlei jonge, kleine organisaties de luchtmacht gaan aanvallen? Op kennis en inspiratie en disruptie niveau. Dan krijg je dat de organisatie gaat zeggen, wow, dat experimenteren is cruciaal. We zitten in een nieuwe wereld, we moeten oefenen, proberen, testen, oefenen. We hebben dat nog nooit meegemaakt. Onderzoekers bleken 90% van de kinderen van 3 en 5 jaar is geniaal denker. Komt met ideeën, komt met concepten die je niet voor mogelijk had gehouden. Weet je hoe hoog dat percentage 10 jaar later nog is? 10%. Stuk geslagen. Maar de maatschappij die wil dat dingen op een bepaalde manier gebeuren. Dat disruptieve wat ze hebben als ze 3 tot 5 jaar zijn. Dat stukje hebben we nodig om ook in de luchtmacht de nieuwe Mark Zuckerberg te ontmoeten. Ik denk dat het tijd wordt om traditionele airpower en technologie voor altijd samen te brengen. Het zou het einde zijn van effectieve airpower als we dat niet zouden doen. Het is een vast onderdeel van alles wat we doen. Iedereen die hier zit moet het ademen, moet het snuiven en moet zeggen gaaf.